Hoi Robin hier en welkom bij aflevering 9,5 van Robin's Mol Talk. De aflevering voor de finale van Wie is de Mol? En ik kan natuurlijk een heel praatje gaan houden, maar dat gaan we niet doen. We gaan lekker gelijk uh, door naar onze community. De community poll heeft uh, vanaf maandagochtend tot eigenlijk uh, woensdagavond in totaal 37 stemmen gehad. Daarvan is 43% van de stemmen naar Jurgen gegaan. Het is nog steeds een daling, maar een iets kleinere daling dan de afgelopen weken. Daarna Daniel met 30%. En dat is een hele minimale stijging. En als laatste, natuurlijk, Ranomi. Die wordt uh, het minste verdacht met 27%. Ja, het is natuurlijk wel een hele grote groei ten opzichte van afgelopen week. Maar dat is natuurlijk logisch, want Soy is afgevallen. Zoals ik uh, ook uh, in de laatste aflevering zei, had ik mijn uh, twijfel tussen Daniel en Jurre, wie de mol zou kunnen zijn. En uiteindelijk uh, heb ik besloten om Jurre als. Uh, Mol te kiezen. Ik heb opgeschreven dat ik het ook daarbij gelaten, dat jullie mij misschien nog op andere gedachten kunnen brengen. Nou, ik kan je garanderen met het maken van deze video en alle dingen die ik heb uitgezocht, ben ik toch tot een hele andere ontdekking gekomen en ik ben nu nog meer gaan twijfelen. Maar goed, daar gaan we het aan het einde over hebben. In ieder geval, weer bedankt voor de stem zoals altijd. Ik ga nu geen nieuwe pol meer neerzetten. Want uiteraard morgen, wanneer de finale van Wie is de Mol is. Ja, dan weten we wie het is. En hebben we dus weinig meer aan de pol. En dan hebben we ook nog een aantal reacties onder de video. En de eerste is van Emilie. Ik ben zelf natuurlijk ook blij dat het beter gaat. Ja, ik moet wel zeggen dat twee weken mezelf ziek voelen... Nou, niet echt een bepaalde favoriete hobby van mij is. En zeker niet als ik dan deze video's ga opnemen. En ik moet er ook wel zeggen dat ik oprecht jammer vind dat je deze keer ook geen Ranomi Hintze theorie hebt. Want ik vond het altijd heel leuk om deze mee te nemen. En ja, het gaf mij ook wel een beetje een andere blik op de andere spelers binnen Wie is de Mol. En omdat ik ook natuurlijk met de reacties bezig ben, ben ik ook het een en ander gaan zoeken in de eerdere afleveringen. Eigenlijk in de laatste twee afleveringen. Ja, ik kwam ineens, dit kwam ik nog tegen in aflevering 8 van Wie is de Mol. Dus ik moet nu iets gaan invullen. En wist Ranomi dat ze hier al twee kooien ging openen? Ze was in ieder geval de enige die de kooi heeft geopend en ze heeft er twee geopend. In ieder geval, vanuit mij is dat uh, toch nog een hint uh, richting uh, Ranomi. En natuurlijk, het kan ook zijn dat, uh, dat ze bij het maken van de aflevering, dat ze het zo erin hebben gezet. Maar goed, het is niet heel erg onwaarschijnlijk dat het dan alsnog, dat zij de mol zou kunnen zijn. Dan uh, hebben we Marco FD. Die kwam met een, uh, een morse code die eigenlijk betrekking had op de kistjes in volgens mij de laatste aflevering van Wie is de Mol? Na het abzeilen. Daar was op de doosjes de rondjes en de vierkantjes. En als je dat vertaalt met Morsecode, dan kwam dat uit op een puntje. Dus eigenlijk is een puntje is kort en streepjes lang. Dus dan was het. kort, lang, 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 kort. En de eerste vier. dus kort, lang, lang, lang. is de letter J. in het code alfabet. En dan heb je nog lang, lang, kort. En dat is de G. Oftewel de initialen van Jurre Geluk. Ik eh, vond hem in ieder geval heel goed gevonden. En ja, ik wilde hier nog zeggen van eh, het maakt mijn uh, Jurre tunnel weer een beetje veilig. En dan eh, gaan we door uh, naar Nike. Ik hoop dat ik je naam nou goed uitspreek. En ja, ze blijft in de Daniel tunnel zitten. Omdat Zoy Jurre als derde en zijn mol wilde laten abzeilen. En hier moest ik ook even de aflevering erbij pakken. En eigenlijk was het in dit verhaal aflevering 8. En volgens deze video heeft Zoy dit dus inderdaad gedaan. En was Jure daar in ieder geval zijn mol. Dan hebben we natuurlijk de lezeropdracht waar Zoy dit zei. Ik heb ingevuld in de test. De mol houdt nul levens over. Dus ik denk ook meteen, ik moet gewoon zorgen dat ik als enige niet op nul levens terechtkom. En daar lijkt het dus op dat hij niet gericht aan het schieten was. Maar twee van de drie keer heeft hij dus Daniel geraakt. En de derde keer gebeurde dus hier. Wat doet hij dan? Daar, daar, hij. Wat? Jezus! Oh, huh? Ben ik dat? Eigenlijk, en nou ja, ik heb het volgens mij goed gezien. Eigenlijk was Ranomi dus heel erg slim bezig. door achter Daniel langs te lopen en hem eigenlijk door in zijn rug te schieten. hem helemaal uit het spel te halen. Daarnaast heb ik ook nog even de verdenkingen bekeken: eh, van de kandidaten die afgevallen zijn, op wie ze zaten. En daar kwam ik uit op het volgende. Aflevering 1, Sarah zat onder andere op Daniel. Aflevering 2 was vrouwtje en zij zat onder andere op Ranomi en Jurre. Dan hebben we aflevering 3, waar Sander afviel en hij zat onder andere op Daniel. Dan aflevering 4, en nou, dat zijn hele dingen, want we weten nu dus dat Soy eigenlijk in aflevering 4 uh, af had moeten vallen. En daar verdacht hij Jurre dus niet. Maar de rest is onbekend. Daarna viel de slechtste af. En dat was dus Aniek verdacht Daniel. En dan hebben we aflevering 5. Nabil viel af. En hij had onder andere gestemd op Ranomi en Jurre. En dan hebben we aflevering 7. Waar Anke onder andere op Ranomi zat. En natuurlijk aflevering 9. Dan hebben we aflevering 9. Waar Soi natuurlijk afviel. En daar moest ik even terugkijken. Want in aflevering 7 uh, zat hij op Ranomi en Jurre. En in aflevering 6 was het 50-50. En in aflevering 9 verdacht hij Jurre dus ook. Dus van daar, dat zooi dus. Jurre op de derde plaats wil hebben bij de opdracht van aflevering 9. Nou, ik weet, het is heel veel. En ik hoop dat het nog te volgen is. Maar in ieder geval, dat is dus het lange verhaal kort. Ja, en als ik dan bij elkaar moet optellen. En volgens mij heb ik het ook weer niet goed gedaan zoals gewoonlijk. Is het drie keer Daniel die werd verdacht? Vijf keer werd Ranomi verdacht als mol zijnde, En vijf keer Jurre. En hij werd één keer werd hij niet verdacht. Nou die ene keer was door Soi natuurlijk. En eigenlijk zijn de afleveringen dus heel goed in elkaar gezet. Juist omdat uh, de getallen zo dicht op elkaar zitten. Dus het zou ook nog steeds Daniel kunnen zijn. Ook al leken de eerste afvallers namelijk op Daniel gezeten te hebben. En dan hebben we de laatste opmerking van Anne. Waarin ze aangeeft... Dat ze de andere blauwe of lichtblauwe tas moesten hebben. En ik moest heel even zoeken. En ja, hier is toch het antwoord. Die tas die waren we kwijt. En wat daar heel vervelend aan is. Is dat je dan gelijk al iets van drie foto's niet kan maken. Doordat de outfit moet kloppen. Wil je dat hele bedrag kunnen krijgen? Ja, het klopte bijna. Want de twee keer 1000 euro outfits hadden met ruitjespatroon. En de 1 keer 500 euro outfit, die had dus die andere blauwe tas nodig. En dat was degene die Jurre dus liet gaan, wat ik ook liet zien in de laatste aflevering van Robbers Motok. En ja, na nog wat verder zoeken lijkt het toch heel erg sterk op dat Daniel dus de tas heeft kwijtgemaakt. gemaakt. Ah! En dan denk je, dan zie je toch niet zoveel? Nee, dat klopt. Wanneer Daniel dus de gele jas aan wil trekken, stopt hij dus die blauwe tas eerst onder die jas. En dan vervolgens in de volgende shot is die tas gewoon weg. Ja, daar kan ik een hoop zeggen, maar dan is het toch echt Daniel die die tas kwijt heeft gemaakt. En ja, en ik denk dan ook helemaal dat ja, die beelden meer als duizend woorden zullen zeggen. Dan zou het best nog wel heel erg de mogelijkheid kunnen zijn. Dat Daniel de Mol is. In ieder geval, dankjewel weer voor jullie uh, hints en theorieën. En dan uh, gaan we snel door naar de afsluiting van deze aflevering. En misschien heeft het toch wel een uh, verrassende wijziging. Nou, uiteraard, dat moment is nu de afsluiting uh, van deze aflevering. En eigenlijk uh, alweer het einde van het seizoen van Wie is de Mol? Uiteraard ga ik nog wel een video maken na de bekendmaking wie de mol is. Zeker omdat het nog iedereen kan zijn. Ja wat ik in het begin zei dat ik eigenlijk Jurre als mijn hoofdmol had neergezet toch heel erg op terugkomen. Ik ben met het maken van deze video, dus met het onderzoeken van deze video en alles bij elkaar gezocht te hebben. Ben ik gewoon meer als twee uur bezig geweest. En dan het laatste dingetje met die tassen dat Daniel hoogstwaarschijnlijk die tassen heeft kwijtgemaakt. Ja, dan kan ik weinig anders zeggen dan dat ik echt toch mijn punten ga verdelen. Ik had eigenlijk al een punt ingezet op Jurre. Ja, weet je, ik denk dat ik gewoon verstandig ga doen. Ik ga het gewoon op 50-50 op Jurre en Daniel zetten. En dan de reden waarom ik nu Daniel ook steeds meer verdenk... Iedere aflevering kreeg hij de schuld van alles en iedere keer had, deed hij het fout. Uh, maar iedere keer zat hij ook op een hele goede mollocatie. Zodat die opdrachten minder goed of zelfs helemaal niet goed verliepen. En hij kwam dus iedere keer met we mee weg met wat hij deed. Dan zou ik ook denken van ja, Jurre heeft dan echt donders veel geluk gehad met alles wat hij heeft gedaan. En dat hij dus iedere keer op de goede plek stond, ook om de vrijstellingen te krijgen, de joodes te krijgen en dat soort dingen. En ik, ik, ik weet het niet. Ik heb ook net op de andere Wiestemol websites en ik heb ook andere posts gekeken. En daar staat ook Jurre nog steeds bovenaan. En daarna Daniel en daarna Ranomi. Eigenlijk eh, na dit alles eh, gezien te hebben en eh, alles toch even heb laten bezinken, ben ik eh, last moment toch nog eh, van gedachten veranderd. Ik ga jullie dan ook heel veel plezier wensen met de laatste aflevering van Wie is de mol. Ik ga zelf niet op locatie aanwezig zijn, want ik wil gewoon zorgen dat ik niet weer ziek word. Maar ik ga gewoon lekker op de tv gaan kijken naar een aflevering. En dat is waar ik het voor nu bij gelaten. Ik hoop dat, ondanks alles dat jullie toch hebben genoten van deze video, als je het hebt gedaan, laat dan een like achter en vergeet niet te abonneren. En als je bent geabonneerd, vergeet niet het belletje aan te zetten, zodat je een bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik van nu uh, laten. Uh.